Ik vind pubers echt het leukste wat er is. Ik moet er altijd zo hard om lachen. Ze staan vol in het leven. Eigenlijk heb je elke keer een ander kind voor je. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, je weet nooit wat je krijgt. Het is altijd te onverwacht en soms is het ineens heel grappig of ineens heel ontroerend. Ik ben docent klassieke talen, dus dat is Grieks en Latijn op het gymnasium Novum in Voorburg. In mijn derde jaar van de studie kon ik een bijbaantje krijgen op een middelbare school als docent. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Nee zeggen is voor een docent echt heel erg moeilijk. Dat doe je eigenlijk niet. Ouders mailen heel vaak 's avonds om 11 uur nog even iets over morgen om 8:30. En dan verwachten ze dat je dat dan gelezen hebt en dat je daar ook op gereageerd hebt. We moeten dingen nakijken, we moeten dingen voorbereiden, we moeten lesgeven. De kinderen hebben natuurlijk ook altijd wel wat. Nou, heel soms probeer ik er nog een sociaal leven op na te houden. En dat soort dingen allemaal bij elkaar, dat is best wel veel. Ik zie ook bij mijn collega's dat als je 5 dagen wil werken in het onderwijs, dat je dat het beste met een aanstelling van 0,8 kan doen. Omdat je dan tijd over hebt om je lessen voor te bereiden en om dingen na te kijken. Dus eigenlijk betaal je je eigen werkdrukverlaging. Ik stop nooit met lesgeven. Ik heb dat ook echt nodig. Gewoon een paar uur per dag even in een lokaal staan met die pubers, dan ben ik weer helemaal opgeladen voor de rest van de dag. We hebben een functie of een baan waarbij we echt het verschil maken. En dat mag van mij wel iets meer gewaardeerd worden.